er allemaal gedaan is, maar zeker wat er ook nog moet gebeuren. Tja, als je zo ziet, is er al een heleboel gebeurd. Het hoofdveld zie je eigenlijk al gewoon liggen. Je ziet ook veld 2 en 3 zie je liggen. Het meeste straatwerk ligt er eigenlijk ook al in. We hebben Steven weer. Het meeste straatwerk ligt er ook al in. Onze lichtmasten staan al. Dus het lijkt al een beetje op een richting gaan van een afronding. Maar ja, onze schaduw valt op dit moment nog op. Het speelterrein van kinderen. En daarvoor hebben we jullie hulp heel hard nodig. Het is dan ook echt een oproep om iedereen te mobiliseren van DSO. Om samen dit nog even aan te pakken. En dat gaan we als volgt. 2 juli. 2 juli op donderdag. Komen we hier bijeen. In het clubhuis, in het thuishok. Om 8 uur. Om 8 uur, heel goed. Om even te informeren aan iedereen die ons wil helpen. Wat we gaan doen. Wat het plan is met dit speelterrein. Vervolgens willen we op 4 juli gaan starten. Op zaterdagochtend. Van 9 uur tot 1. Even kijken hoe dat gaat. En de komende zaterdagen erop gaan we net zo lang door. Totdat het speelterrein klaar is. Nou, je kan je voorstellen. Er moet getegeld worden. Er moet geschept worden. Koffie gedronken, dus we hebben ook iemand nodig die de koffie inschenkt. Absoluut, zeker mee eens. Straters, scheppers, showers, gravers. Die kunnen we ontzettend goed gebruiken. Dus, 2 juli, kom naar DSO, thuishonk, 8 uur. Graag, top, dankjewel. Als je je wil aanmelden, geef het aan bij Steven, bij mij, Roeland, bij Annika of iemand anders bij het bestuur, dan kom ik altijd op de juiste plek. Maar nogmaals, wij hebben jullie ontiegelijk hard nodig om dit klusje te klaren. Alvast bedankt en we gaan hier een geweldige accommodatie van maken. Zeker weten.